Dag Rietje vrienden, hoe is je daar? Hier is het prima, gewoon prima. Niks aan de hand, ook niks te zeuren, je, mij hoor je niet. Nee. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laat ons gaan kijken, want ik ben wel benieuwd hoor, jullie ook. Drinken. Oh, bier. Jopenbier. Jopenbier, dat is bier volgens mij uit Haarlem. Maar dan moet ik zo even naar kijken. En ik ben gek op Jopen. Vooral de hele grote Jopen. Nee hoor, maar Jopen, dat is best een bekend biertje als je mij vraagt. Eens even kijken, waar komt het dan vandaan? Dat komt uit Haarlem of niet? Ja. Ja, het komt uit Haarlem. Ja. Hartstikke leuk. Vier biertjes, wat hebben we hier? Passion for Flesh. Passion Fruit Milkshake IPA. Gadverdamme. Silky, smooth en tropical. Passion Fruit Milkshake IPA. Ja jongens, kijk. Hier is bier dus niet voor bedoeld. Hè? Bier is voor mannen. Die hebben gewoon hard gewerkt. En die komen thuis en zeggen... Ik heb trek in een koude pils. En die denken dat zo klok, 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 klok op. En nog voordat hij op is, zegt hij... Doe mij er nog eens eentje. Maar als we toch passion fruit milkshake bier gaan maken... Dat is uit concept. Wat is de volgende, Joop? Wat de kfijk. Red IPA. Wat de kfijk? Kfijk? Fruity red en yeasty. Een rode fruit IPA. Wat zeg ik nou toch altijd met speciaal bier? Speciale biertjes. Dat zijn geen biertjes. Hazy Stacy. New England Pale Ale. Soft and tropical. Nou, dan is dit allemaal verschrikkelijk. Spaghetti Split Lickety. Spaghetti Split Lickety. Creamy Orange en Vanilla Bier. Ik ben het hier gewoon niet mee eens. Het hele concept bier drinken wordt de das omgedaan op deze manier. Dit is milkshake, passiefruit, rood fruit, orange en vanille. Dat heeft toch niks met bier te maken, jongens? Wie verzint dit? Ik vind niks. Maar goed, dat ik een oude conservatieve sur ben, dat wisten jullie ook wel. Dus laten we wel even proeven, want voor hetzelfde geld is het natuurlijk heerlijk. Dat denk ik alleen niet. Glaasjes voor de kleurtjes. Dit is de Orange Vanilla bier. Dat ziet er gewoon zo uit. Een beetje oranje. Ja, het is wel bierkleurig. De New England Pale Ale. Die... Ziet er zo uit. Dat ziet er niet heel erg gezond uit trouwens. Wat is dat voor kleur? Nou, het is allemaal wel. De red and fruit yeasty. Nou, die zal er wel rooier zijn. Jongen. Wat zit ik om aan? Rooier. Dus een soort roestwater. En dan heb je hier een milkshake. Godverdomme. De glazen zijn gevuld. Jopen te Haarlem. Ja, ik begrijp dat jullie ook een nieuwe markt willen aanboren. Dus misschien moet je niet zoveel van me aantrekken. Alleen, ik zou graag bier lekker bier willen houden. Om nou een milkshake, passie, fruit, bier, de milkshake dingetje te maken. Hoeft gewoon niet. Maar goed, laten we proeven. We beginnen wel aan deze kant. We beginnen met creamy orange en vanilla. Spaghetti, split, lickety. Oh! We hadden vroeger natuurlijk een split, een ijsje. En dat was dus creamy van binnen en orange van buiten. Het split-ijsje was wel heel erg lekker. Behalve dan dat ik niet tegen stokjes kan. En dan krijg ik de kriebels. Dus ik moet dan een stokje vasthouden met het papiertje. En dan krijg ik nog steeds de kriebels. Amen. De split-ijs bier IPA van onze vrienden uit Adem. Zit ik niet zo druk om te maken. Het is niet een IPA, maar een NIPA. Ik heb die creamy orange en vanilla allemaal niet geproefd. Het is een beetje een zachte IPA.
IPA ook wel genoemd. Het is eigenlijk een heel zacht biertje dit. Misschien zelfs een beetje flauw. Het is niet echt dusdanig speciaal biertje dat je denkt, is dit nou nodig? Volgens mij als deze ijskoud is en je drinkt hem op een strand, valt er weinig te zeuren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel jammer vind, en nu spreek ik mezelf tegen, dat je niet een klein beetje van de smaken proeft die op het blikje staan. Orange niet, creamy niet, vanilla niet. Nee, totaal niet. Goed, volgende. Hazy Stacy, New England Pale Ale. Dus dat is geen IPA, dat is gewoon ale. Het ziet er een beetje troebel uit. Het ruikt eigenlijk prima. Het is ook een hele milde. Mild biertje. Ja, ik weet niet, misschien zijn mijn smaakpapillen er net uit gesodemieterd, maar... Een mild biertje. Licht bittertje. Niet heel erg uitgesproken. De blikjes zijn een stuk wilder dan het drankje zelf. Hier staat een soft en tropical. En wat hier tropical aan is, zeg maar god weten. Ingrediënten, water, gerst, haver, tarwe, gist en hop. Ja, dat zit eigenlijk gewoon in al het bier, hè. Dus waar dan in godsnaam die pale ale vandaan moet komen. Kijk, hier zit dan wel sinaasappel en vanilla in. Ja, dat proef je alleen niet. Allemaal hartstikke leuk, hè, met je tropical en soft. Maar het is inderdaad gewoon een soft biertje. Totaal niet tropical. Het is gewoon een heel zacht biertje. Misschien omdat die zo saai is, smaakt deze wel opeens naar sinaasappel. Nee. Volgende. Red IPA. Red Fruit and Yeasty. Die is in één keer 7%. Deze was 5,5%. Deze 5,3%. Deze 7 is een stukje sterker. Dan is het twee slappe happie en deze zit er een beetje tussenin. IPA, maar dat heb ik al verteld, maar ja, misschien kijk je dat wel voor het eerst. Sterk bier wat de Engelsen verscheepten naar India om het daar aan te lingen voor hun soldaten, zodat ze wat te zuipen hebben daar in het warme, warme pokkenland. Soldaten daar denken, krijgen lekker de coaleren met je aangelengde bier. We drinken het zo. Dus IPA is eigenlijk gewoon maar de limonade waar nog wat water bij wordt gegooid. Dus het is een wat sterkere biertje. Nou, hier hebben we dus een red IPA. Fruity red. En yeasty. Nou, als hier geen smaak in zit, dan kan de familie Joop ermee ophouden. Nou, ik ruik hem al. Dat is een echte IPA. Die is eventjes een beetje... Zo, de knetters. Het is een stevige. Echt, inderdaad, yeasty. Dus echt... Je proeft inderdaad gist in je bakjes schuimen. Het is echt een IPA, zo'n hele doordrongen, beetje sterke smaak, beetje heftige smaak. Maar het vreemde wat ik hiervan vind, is dan het rode fruit. Ik denk dat iemand vergeten is op het knopje te drukken met rood fruit. Want weet je waar die naar smaakt? Zo ziet het er ook uit, naar koffie. Het is meer een soort koffiebier. En niet vies. Het is wel zo dat als je een paar van deze jopen naar binnen kachelt in het zonnetje. Even verder dan een sixpackje ga je niet komen. Sta je helemaal op z'n kop. Het is echt best wel sterk. Dan zeg je, oh 7%, jantje, wat is dat nou? Merk het zelf maar. Probeer het maar eens. Als laatste in deze jopen bier moeilijke smakentest. De Passion for Flashen, Passion Fruit Milkshake IPA. Nou, ik maak me ineens niet meer zo heel veel zorgen, want ze zouden bieden er van alles en nog wat in, maar je proeft er helemaal geen reet van. Dus daar gaat ie. Godzamerkaken. Oh, er komen zootje vieze smaken bij elkaar, zeg. Ik moet echt oppassen om niet in één keer de hele sodomietische boer eruit te gooien. Het smaakt inderdaad naar milkshake.
Het smaakt inderdaad naar passievrucht. Het smaakt ook nog inderdaad naar ipang. Er is eigenlijk niks gelogen aan. En het is een pakje smerig. Godsamme kraken, wie heeft dit verzonnen zeg. Je zat al bij een bierfabriek werken en dan komt iemand toe en zegt, ik heb een leuk idee. Waarom maken we niet een passiefruit milkshake bier? Ging er bij mij uit. Kon gelijk zijn tas pakken. Bedankt. Leuk idee. Ga hem alleen niet uitvoeren. En jij bent nu... Raus. Raus. Maar hoop, wie ben ik? Ik denk eerder dat dit smaakt naar iemand die ziek is. Heel veel passiefruit milkshakes heeft gedronken. Al een paar keer over het nekje is gegaan. En dat dit het laatste beetje milkshake in het maagje is, vermengd met gal. Dan kom je op dit uit. Dit is monstrueus, zoals ze dat in ergens op de wereld zeggen waarschijnlijk. Dit, dames en heren, jongens en meisjes, is vergif. Tijd voor de cijfertjes. En ik ben niet geheel tevreden. Liever gezegd, dit is gewoon helemaal verschrikkelijk. Ik begin bij de allerslechtste. Dat is deze. De Jopen Silky Smooth and Tropical Passion Fruit Milkshake IPA. Dit is echt serieus urine van de duivel. Dit is echt het bloed van je schoonmoeder. Dit is verschrikkelijk. Dit had nooit gemaakt mogen worden. Ik kan hier ook niks meer van drinken zonder dat ik over mijn klepje ga. Deze krijgt een 2. Daarna komen we gelijk bij het oude split-ijsje. Cream en vanilla en orange. Dat is ook niet echt best. Want kijk, deze doet alles wat het zegt, maar dat had je nooit moeten doen. En deze had echt wel lekker kunnen zijn, maar het is niet gelukt. Want je proeft niks. Je proeft echt geen reet. Je proeft niets van de orange. Niets van de vanilla. Het is gewoon niet gelukt. Dus dat vind ik natuurlijk ook helemaal niks. Die krijgen mij een 3. De New England Pale Hazy Stacy is een prima biertje. Saai. Het is als een blanke pagina in een boek. Je denkt, ja, het zit erin, maar... Het is prima. Het is meenemen naar het strand, zoveel mogelijk, opslobberen. En als je thuis komt, heb je nog steeds dorst. Het is zeg maar een labrador. Weet je, dat je denkt, ja, het is een hond, maar weinig aan. Dat is wat het is. Het is een beetje kauwgom zonder smaak. Het is eigenlijk, ja, leuk. Maar ja, niet heel leuk. De New England Pale Ale Hazy Stacy van Jopen, die krijgt van mij gewoon een 6. Vergeleken met de rest is dat al best wel heel erg goed. En het is niet te geloven, maar ik ga iets wat eigenlijk heel anders moet smaken, een hoog cijfer geven. Want de Red Fruit IPA, de Fruity Red and Yeasty, die is zwaar, 7%. Die is extreem yeasty, dat klopt. Red Fruit proef je niet en dat vind ik helemaal geen enkel probleem. Want dan wordt al snel zo kriekerig, daar heb ik ook geen zin in. Dit smaakt gewoon een koffie. Koffiebier. En een goed smaakje, een stevig smaakje, een echt mannenbiertje. Hier kan je gewoon mee aankomen. Niet te veel, want je kan niet meer lopen. Deze, die krijgt van mij gewoon een 7. Nou, toch ook leuk. Ik drink het nu niet meer op, want ik zit op een... ik zit niet echt op een dieet, maar ik vind het gewoon niet lekker. Anders had ik het allemaal opgesopen.